Twee maanden geleden heeft hier in een appartementencomplex in de Lieststraat in Delft een overval plaatsgevonden op een 22-jarige bezorger van lachgas. Inmiddels zijn er 3 personen aangehouden, 2 vrouwen en een man. En de zoektocht is nog naar een 4de man. In de nacht van woensdag 21 op donderdag 22 april rond 2:30 heeft de lachgascourier een bestelling op de Lieststraat in Delft. Hij gaat met zijn bestelling naar de 4de verdieping van deze flat. In eerste instantie lijkt de bestelling voor 2 vrouwen te zijn. Zij zijn op het adres en wachten de bezorger op in het trappenhuis. Maar behalve die 2 vrouwen waren daar plotseling ook 2 mannen die de bezorger direct aanvielen. Ze bedreigden hem met een vuurwapen en ze wilden persoonlijke spullen van hem hebben. Nou, onder andere zijn dure schoenen moest hij afgeven, 1000 euro, lachgastanks en ze hebben ook zijn auto meegenomen. Die hebben ze even later teruggevonden en er zijn ook aanhoudingen verricht. Op 15, 16 en 17 juni zijn achter elkaar de 2 vrouwen en 1 van de mannen gearresteerd. Ze zijn 19, 20 en 24 jaar oud. De politie heeft deze zaak nog vol in onderzoek en sluit meerdere aanhoudingen zeker niet uit. De zoektocht is in ieder geval nog naar de 4de verdachte. Een man die het slachtoffer heeft mishandeld en beroofd. Het gaat om een lichtgetinte man van ongeveer 1,60 meter tot 1,65 lang. Hij droeg een grijze joggingbroek en een zwarte jas met capuchon. Verder had hij een blauw mondkapje op. Heeft u een idee wie dit is of waar hij verblijft? Of heeft u andere informatie over deze gewelddadige overval in de flat aan de Lieststraat in Delft? Geef het dan door via de opsporingstiplijn of bel 0800 7000 als u liever uw naam niet zegt.